Vandaag in de Jensen Show. Het probleem voor mensen die geen gezond verstand meer gebruiken, is dat ze kunnen het niet winnen met argumenten. En dit is het grootste probleem waar je mee te maken hebt met dit soort figuren. Die kunnen alleen maar emotioneel alles op je afgooien, irrationeel theater maken, crisissituaties creëren, fake crisissituaties creëren en voornamelijk een hoop emotie op je afgooien. Als je komt met daadwerkelijke argumenten en inhoudelijke. Ik maak dit iedere dag mee. Mensen zeggen altijd, Jensen, joh, dit en dit, waarom zeg je dit? En nou, dan kom je met argumenten, gewoon heel rustig, leg je het uit hoe het is. Ach man, het gaat je alleen maar om t-shirts verkopen. Terwijl ze gaan nooit in op de argumenten. En dan zeg je, wat heeft dat er nou mee? Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Dat is de manier waarop ons, mensen kan betalen, salaris kan betalen, dat soort dingen. En dingen kosten geld. Ja, dan probeer je ze terug te brengen naar de argumenten, naar de inhoud. En dan praat je nog een keer over de inhoud. En dan is het van, nee, jij bent een complotdenker en je doet dit. En ze reageren nooit inhoudelijk. Hetzelfde als ik door de mainstream media, weet je wel, dan gaan ze weer een artikel schrijven of ze gaan weer proberen mij een beetje op onjuistheden of complotten te betrappen. En dan komen ze nooit verder dan gewoon alleen maar de illusie te creëren en de perceptie te creëren dat dingen niet kloppen, of dat die niet de waarheid spreekt, of dat er iets anders achter ligt. Maar ze kunnen nooit op de argumenten kunnen ze je pakken. En daar vallen ze je ook nooit op aan, want ze hebben de argumenten niet. Ze kunnen het niet weerleggen. Ga nu naar Jensen.nl voor de hele show van vandaag. Het vrije geluid laat zich niet censureren.